Yellow Beurs, laat me direct mijn felicitaties uitbrengen aan deze vereniging. En in het bijzonder Orlando Rijverum, letterlijk en figuurlijk de motor achter deze vereniging. En ik wil direct uitnodigen vanavond in de studio een Yellow Beurs man. Alleen zit hij vanavond niet hier als Yellow Beurs man. Marciano, welkom. Goedenavond. Laat me eerst beginnen te vragen hoe het voelt als Yellow Beurs man. En ik weet dus dat je eigenlijk je hele leven aan deze club hebt gewijd. Wat betekent het voor jou? Kijk, 60 jaar is een hele lange tijd. En in principe hebben we het gisteren ook gezegd, om een vereniging in stand te houden, kost het ontzettend veel. En niet alleen maar financieel, maar ook de bijdrage van de mensen die die vereniging in stand moeten houden. En dat is absoluut niet makkelijk. Je ziet zoveel verenigingen komen en gaan. Yellow Beurs is eigenlijk ontstaan uit buurtwerk, zorg en hoop, verenigingsleven. En de grote motor is zeker geweest Orlando Rijverum. Hij heeft met harde hand geregeerd de afgelopen 59 jaar eigenlijk. Want hij was er niet vanaf het begin. Hij is na een jaartje erbij gekomen. Maar als je weet dat je zoveel horden hebt overwonnen, dat je zoveel hindernissen hebt genomen, dat je hoogtepunten hebt gehad, maar ook veel dieptepunten, en dat die vereniging is blijven bestaan, ondanks dat alles, dat geeft dat je goed gevoel. Yellow Beurs trouwens is geen vereniging die financieel heel sterk is. Het is puur liefdewerk, puur buurtwerk, waarbij het buurtwerk is ontwikkeld en gegroeid tot een vereniging. En we mogen met trots zeggen, de grootste omnisportvereniging in Suriname. We hebben nu heel actief vier takken van sport, behalve basketbal. Dat is eigenlijk het bekendste, ook nog volleybal, taekwondo en atletiek. En er zijn nog twee jongens die wielrennen onder de naam van Yellow Beurs. Dus daar ben je daar echt heel trots op. En we zijn vandaag jarig. We hebben gisteren een jubileumavond gehad. Het was een prachtige avond. We hebben mensen gehuldigd die hun schouders al die jaren onder het werk hebben gezet. En daarna was er een prachtig theatraal optreden. Ook in elkaar gezet door pure Yellow Beurs mensen. Ik praat over Lisbeth Perotti en Nieltje Renverum. Lisbeth speelt voor Yellow Beurs. Nieltje is de dochter van trainer Renverum. En wat ze daar hebben neergezet, met natuurlijk alle artiesten en acteurs, dat was adembenemend. Het geeft een ontzettend goed gevoel dat we 60 jaar bestaan en dat gisteravond zo goed gegaan is. Ja. Ten slotte, met betrekking tot Yellow Beurs, we weten dus dat Orlando Renverum ondanks zijn leeftijd de kar blijft trekken. Maar ik ga ervan uit dus dat er zal moeten worden overgenomen. Sta je klaar of staat Terres klaar om Nou, laat me zeggen, Terres en ik hebben altijd klaar gestaan, maar niet op het bestuurlijke. Ja. Eerst als spelers. We hebben in principe alle categorieën van Yellow Beurs doorlopen. En we zijn nu dus al jaren twee van de trainers daar, evenals Wilfred Galant overigens. Maar we hebben ons nooit echt bemoeid met het bestuurlijke. Maar deze 12 februari 2023 is eigenlijk ook gemarkeerd als een keerpunt. Is eigenlijk ook gemarkeerd als het moment waarop de vereniging anders gaat draaien. We moeten het overnemen van Orlando Rijverum. Hij blijft betrokken bij die vereniging. Hij geeft nog steeds training. Hij is 88 jaar oud. Ja. Hij is vreselijk energiek. Maar het bestuurlijke, daar gaat sowieso verandering in komen. En er staat nog meer te wachten hoor, voor sportminnend Suriname. We gaan het ook doen met sportwedstrijden, want we zijn nou eenmaal een sportvereniging. We beginnen daarmee de volgende week met atletiek en taekwondo. Basketbal en volleybal komen aan de beurt, maar we hebben ook een heel groot renovatieplan voor onze sporthal, het Nest. Ja. En het hele Orlando Renverum Sportcomplex. Dus er gaat hard gewerkt worden, maar er komt een hele grote transformatie met als einddoel een prachtig sportcomplex. En natuurlijk op bestuurlijk niveau dat we het echt gaan overnemen van Orlando Renverum. Oké, moet ook gebeuren. Ik zeg bij deze nog 60 jaar Yellow Beurs. En ik denk dus dat ze het sowieso gaan doen. Ik ga het niet meer meemaken uiteraard. Maar in ieder geval, goede zaak waarmee deze vereniging bezig is. Overigens moet ik verklappen dat Marciano vanavond niet om die reden hier bij ons is. Marciano is vanavond bij ons omdat hij het sportteam van ABC komt versterken. Marciano, welkom bij het sportteam van
ABC Radio en Televisie. Overigens heeft Marciano jaren zijn krachten gegeven bij de radio. Maar bij de televisie zal hij nu zijn debuut gaan maken. Welkom thuis terug, moet ik zeggen. Ja, ik heb inderdaad hier heel lang radio gedaan. Het sportprogramma 's morgens vroeg en ook het sportprogramma op de zondagmiddag. Toen was er nog geen televisieafdeling. Ja, vanwege redenen moest ik afhaken. En ik ben nu dus inderdaad terug. Het is bekend, ik heb heel veel jaren gewerkt bij ATV. Ik ben nu met pensioen en een beetje op zoek gegaan naar wat nieuwe uitdagingen. En dit lag er. Het is bekend terrein. Overigens ook de sportredacteuren hier zijn bekend bij mij. Jij bent het en Ernie Enig is ook nog in het team. Dus dat was heel makkelijk aansluiten. En hoe dan ook, ik ben het werk weliswaar gewend. Maar het blijft gewoon een grote uitdaging. Het is een nieuwe omgeving. Het is anders. Maar goed, we gaan die uitdaging niet uit de weg. Ja. Ik ben ervan overtuigd dus dat het ook lekker zal gaan lopen. Marciano zit ook al jaren in het vak. En u zult dus in het vervolg, of mij of Marciano, het kan ook dat we samen het programma gaan doen. Maar in ieder geval, Marciano is vanaf vandaag dus formeel bij onze sportredactie aangesloten. Nogmaals, welkom Sheikh. Okay. En we gaan ervoor. Okay, zeker weten.